Cambuur met dezelfde ploeg als vorige week tegen FC Den Bosch. Want in Den Bosch speelde Cambuur misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. Maar in de openingsfase tegen Eindhoven staat het al snel op achterstand. Het doelpunt van Marcelo Lopez. Zijn derde treffer in deze competitie. Vorige week maakte hij zijn tweede. Toen was het goed voor de winnende tegen Helmond Sport. Een vroege achterstand dus voor de ploeg van René Haken. Cambuur moet aan de bak en het komt op gelijke hoogte in de 20e minuut. Via Kevin van Kippersluis. En dat terwijl de kansen in de eerste helft toch vooral voor Eindhoven zijn. Helemaal vrij daar. Verkeerd ingeschat door Siebe van der Heijden. Maar echt lang genieten van die gelijkmaker kan Cambuur niet, want daar is Daniels. En in de 24e minuut staat de ploeg van David Nascimento alweer op voorsprong. En dat terwijl Eindhoven zonder zijn belangrijkste speler speelt. Geblesseerd Branko van den Bomen. Ruststand 1-2 en in de tweede helft deze knal op de paal. Eindhoven krijgt ook in de tweede helft de beste mogelijkheden. En het wordt uiteindelijk in de 79e minuut 3-1. Jarno Jansen en dan is het verschil definitief gemaakt. Eindhoven wint met 3-1. Dit gebeurt nog in de slotfase. Een strafschop. Voor Eindhoven, zo zegt scheidsrechter Jochem Kamphuis. Maar die penalty wordt gekeerd en ook de rebound gaat er niet in. Na goed keeperswerk van Xavier Maus, Nascimento wint met Eindhoven in Leeuwarden.